Ik moet mijn diepe teleurstelling uitspreken dat nog de financiële steun, nog de verzachtende maatregelen en de vermindering van de uitstoot die in 2015 op de klimaatconferentie zijn beloofd, zijn gerealiseerd. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi vandaag tijdens zijn toespraak op de klimaatconferentie in Glasgow, Schotland. Santokhi haalde aan dat landen met lage kustvlakte, zoals Suriname, behoren tot de meest kwetsbare landen. Toch hebben deze landen niet meer dan 2% van de wereldklimaatfinanciering ontvangen tussen 2016 en 2018. The compassion demonstrated in 2015 seems to be lost, and these countries are in no way responsible for the devastating triggers of climate change, are facing mounting fiscal and debt problems caused by inter alia climate loss and damage. These countries are also facing the financial and social impact of the enduring COVID-19 pandemic. We have to look forward because the future is now. We have no choice than to act now in a cooperative and collective manner. Only by working together we'll be able to face the challenges of climate change. The people and the private sector have embraced the objectives of climate mitigation and adaptation policies. There is widespread support for the transition towards a green economy. Let us agree on the mechanisms that will support countries, especially the small island developing states and the country with low-lying coastal areas like Suriname, in making this transition. Santokhi benadrukte dat ons land een koolstofnegatieve staat is. Hij wees de wereldgemeenschap erop dat ondanks de vele uitdagingen Suriname tot nog toe 93% van haar bosbedekking heeft kunnen behouden. And we remain committed to maintain this commitment, as we have demonstrated by endorsing the Glasgow Declaration on Forests and Land Use. We see our commitment as a moral, developmental, and environmental investment for which appropriate compensation means and mechanisms need to be created to support sustainable transition in a green economy based on renewable energy sources. President Santokhi zei dat Suriname klaarstaat om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Ondertussen zullen wij blijven werken aan de conservering van onze biodiversiteit en het versterken van ons duurzaam bosbeheer.